Hi guys, so welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag dinsdag. We zijn deze nacht uit de nacht die geweest is gaan slapen bij Niels zijn mama en stiefpapa, omdat die een weekendje weg zijn en anders was die kat alleen. En mijn katten kunnen perfect alleen blijven, 1 of 2 nachten, want die hebben ook heel de tijd eten en drinken. Maar Guus niet, die moet heel de tijd eten krijgen omdat hij natvoer eet. En die kan gewoon niet goed alleen zijn. Dus zijn we daar gaan slapen deze nacht en ik heb zo slecht geslapen. Die kat is zo hevig. Die laat dus 's nachts echt niet met rust. Als je de deur toe doet, krabt hij aan de deur. Als je de deur open doet, krabt hij aan het bed. Komt hij op je benen. Oh, nee. Oei, vlieg. Ik ben blij dat mijn katten rustig zijn s'nachts. En die slapen zelfs niet bij ons. Maar het was me een nachtje. En dan deze morgen ben ik gaan sporten al met Celine. Het is nu bijna 1 uur. Ik ben gaan sporten. Dan ben ik naar kantoor gegaan. En nu ben ik thuis. En om 2 uur ga ik naar de LPG naar mijn zoon Charlotte. Gisteren zijn we terug voor de eerste keer naar de gym geweest. En mijn benen doen zoveel pijn. Ik heb zoveel spierpijn als ik wandel. Oh god. Maar ja, het is een goed teken zeker. Ik heb gisteren van bij de Floralux dit meegebracht. Dat is zo gedroogd graan, allee, tarwe. En ik wilde dat in dit vaasje doen. Ik had eerst hierin, maar dat was zo'n beetje te klein. Dus ik heb deze hierin gedaan. En die ga ik hierin doen. En ga ik kijken of dat mooi is. Anders ga ik dat eruit doen en dat samen doen. Deze heb ik de gang staan. Ik moet deze bloem nog eens wat water geven. Allee, deze plant heeft al lang geen water meer gehad. Ai, ai. Ik ga dat direct eens doen. Zo. Maar deze heb ik dus hier gezet. En ik had nog over, dus die heb ik hierin gezet. Zo'n klein vaasje. Hier op tafel. Cute. Kijk, ik ga nog snel mijn basilicum van binnen overpotten, want ik heb ook nieuw potgrond bij. En mijn pannenkoekenplant ga ik ook overpotten, maar die ga ik in 2 splitsen. Mijn Xavier en Buffy in de garage en die gaan, zie ik. Nu hebben we 2 pannenkoekenplanten. 1 voor binnen, 1 voor buiten. En de basilicum zijn. Ik moet het naamkaartje wel eens opnieuw schrijven. En die mag terug binnen. Oké, ik heb me snel een beetje opgefrist. Omgekleed. Dit jurkje is Naked. Ik denk dat dat van Mango is, maar gekocht op Naked. Mijn schoenen zijn Pew Pew. En jij, van waar zit jij? Huh? Waar zit jij? En ik ga nu vertrekken naar Maison Charlotte. Want ik heb nog eens een LPG. Dat is al even geleden. Omdat er weinig tijd was gewoon met de verhuizen zo. But we're going back. We zijn er. Trappetjes doen. Oké, ik ben ondertussen aangekomen zoals jullie zagen. Hey, hallo! En we zijn LPG aan het doen. Het is nodig, want ik heb wel het gevoel dat ik veel extra vocht heb zo in mijn benen. Ja, dat is ook lang geleden, hè? Met corona en zo. Ja, ik ben echt wel. Ik weet het wel, want de laatste keer was naar je gezicht. Ja, inderdaad.
Dus ik ben wel echt al even niet meer gekomen. Dus yes. Ik ben blij, het voelt ook weer zalig. Lekker ontspannend aan. Dus top. Strakke billetjes. Zit er weer op. Super, super aangenaam. Ook omdat ik best veel spierpijn heb van de sporten gisteren. Doet dat echt zoveel deugd. Ik zal trouwens ook alle gegevens van mijn zoon Charlotte hieronder in de beschrijving zetten. Ze is echt wel heel goed in wat ze doet. En een heel goed en mooi schoonheidssalon. Hallo. Ik ben terug van bij Charlotte. En nee, ik heb geen dutje gedaan, maar ik ben foto's aan het maken. Daarom heb ik een slaapoutfit aan. Het had iets te maken met slaap. Dus dat heb ik gedaan. Dan heb ik nog een vlog gemonteerd. En nu, amai, kijk hè, voor de foto. Dus mijn haar niet zo erg nu. Maar dit is de realiteit van hoe mijn haar er nu uitziet. Oh god, ik heb die al 2 of 3 dagen denk ik in een staart. Dus daarom, en ze zijn ook vettig, die moeten gewassen worden. Maar ik probeer ze nog 1 dag op te sparen. Want vorige keer heb ik ze weer te snel naar elkaar gewassen, daarom zijn ze nu zo wel vettig. Ik heb trouwens een pyjamaatje aan wat ik had besteld. Het topje is wel wat korter als ik had gedacht. Maar het is van Shein. En er zit eigenlijk ook nog een braletje bij. Waar heb ik dat gelegd? Hier. Dit braletje hoort eigenlijk nog onder het topje. En ik denk dan is het de bedoeling dat je dat zwart kant ziet. Dus dan is het wel wat langer. Oké, ik ga mijn foto's bewerken. En doorsturen naar de klant. Goedemorgen iedereen. Het is de volgende ochtend. Het is 9:30 ondertussen al wel. Ik kan echt zo moeilijk opstaan, echt niet normaal deze morgen. Ik had zo vast geslapen. Er is een pakketje net aangekomen, de postbode is dat komen brengen. Ik heb geen flauw idee wat het is, maar ik ga het openen. Ik ga het openmaken. Maar er zit echt super veel in. Er zitten 2 tissue masks bij. Mijn van Nivea zijn allemaal op ondertussen. En Niels zei nog gisteren of eergisteren van wanneer heb je nog eens van die leuke tissue masks? Ik zeg ja. Ik zeg ik zal er eens meebrengen van de winkel. Maar nu hebben we er dus een Labello Watermelon. You're my supermelon. Oeh. Fun. En dan 2 doekjes. Demaquillage voor normaal en voor wat is dat weer? Gevoelige huid. Amai. Deze. Kijk, mooie verpakking trouwens. Zou dat tijdelijke zijn? Denk het voor de zomer. Limited edition. Ontworpen door Eric Garance. Cute, heel cute. Dan hebben we Fresh Blend Refreshing Shower. Ooh. Watermelon Mint Coconut Milk. En gisteren, oké, dit is misschien echt TMI, te veel informatie. Maar de laatste maand en half, denk ik, heb ik zoveel pukkels op mijn poep. Yep, op mijn billen. En dat heb ik nooit gehad. En ik was gisteren toch naar mijn zus Charlotte, dus ik zeg, Charlotte kent heel veel van huid en van skin en van pukkels en al die toestanden. Dus ik zeg, ja Charlotte, ik heb
De laatste tijd zoveel pukkels op mijn poep. En Charlotte zegt, wat gebruik je om je te wassen? En sinds we hier wonen, sinds een maand en een half denk ik, gebruik ik van, hoe noemt het, Sunlight, zo zero zeep. Omdat Niels wil altijd zo 0% pH en van die toestanden. En Charlotte zegt, dat is dikke bullshit, want dat is niet echt. En er zitten vaak nog meer stoffen in die je huid gaan irriteren en zo, omdat er niks van zeep in zit. Dus dat kan heel goed daardoor zijn. En zij zei, het beste wat je kunt gebruiken is Nivea, als ik me niet vergis. Dus ideaal, want ik had op mijn lijstje voor de winkel geschreven Nivea body wash meebrengen om mij mee te wassen. Dus ideaal. En ik was er gisteren ook over bezig met Niels. En Niels zei ook van, ja, dat hij ook wel, sinds hij dat gebruikt, zo wel drogere plekjes heeft en zo. En een iets geïrriteerdere huid. Dus ben benieuwd. Dus Nivea, thank you. Super. Dan hebben we mijn favoriete shampoo. Deze heb ik al heel vaak gebruikt. Micellaire shampoo. Pure detox micellaire melle shampoo. Met groene thee en limoen. En dat is echt mijn favoriet. Ruikt ook echt super lekker. Dan hebben we een deo. Antitransparant. Fresh sherry. Heb ik nog nooit gezien in de winkel. Ruikt heel lekker. Heel vrouwelijk. Ik heb nu pas zondag van de winkel die met komkommer denk ik meegebracht van Nivea. Ook zo'n nieuwe. Hele frisse. Maar die rook ook super lekker. Oeh, een strandtas. Als ik nu eens naar het strand ging. Maar nee. Maar oké, dat is wel gewoon leuk om te hebben als je eens naar ergens gaat. Ik zou niet weten naar waar momenteel, maar altijd handig. En dan hebben we nog twee voor uw handen. Reinigingsgel. Alcoholgel. Maar is super handig, zeker in deze tijden. En dat is van Celestic. Ik weet niet of ze daar mee samenwerken of. Ja, dat is een 100% Belgisch product, zie ik. Ah, leuk. Dus van Celestic. Hand. Gel, of hoe noem je dat? Alcoholgel. En dan zitten er nog 3 zonneproducten in. Super handig, want mijn zonneproducten zijn bijna op. En protect your skin, guys. We hebben Protect and Dry Touch Non-Greasy 30. In een tube. En we hebben dat ook in een spray, maar dit is meer een olie. Ook een factor 30. En dan hebben we nog zo'n spuitbus. Dat is ook altijd wel handig. Een factor 50. Dat is ook wel super handig. Oké, dat was mijn pakketje van deze ochtend. Thank you, Nivea. Super leuk. En Celestic, ook voor de handgels. Super tof. Can't wait to try it. Ik ben zeker heel benieuwd naar de showergel. Grappig dat we daar gisteren over bezig waren. Amai, dat ruikt lekker. Wauw. Heel fris. Super lekker. Ja, oké. Ik ga mij verder klaarmaken, want ik ga binnen 10 minuutjes naar de gym vertrekken. Alright, ik ben terug in de gym en van kantoor. Oh, ik heb zoveel honger. Ik tril echt helemaal. Ik weet niet of je het kunt zien. Oh, amai. Het is, hoe laat is het? 1:15. Dus ik heb van 8:30 niet meer gegeten. Na de gym ben ik direct naar kantoor gegaan. Dus, time for food. Dit is mijn lunch. Toast avocado, 2 eikens. Ik heb 4 toast avocado. Dit is een groot bord. En sriracha zit erop en peper en zout. Het is ondertussen avond. En ik ga het zelf afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na en wij zien jullie snel weer.